Als hij zegt dat hij een ogenblik voor je heeft, heeft hij relatief gezien in feite zeeën van tijd. In dat ogenblik laat hij een eindeloze reeks meetmomenten voorbij gaan. We spreken over waarnemingen die zich afspelen in femtoseconden. Laserpulsen die in 10 tot de min 15e een inzicht geven in de fenomenale processen aan de grenzen van de levende materie. De wereld van de fotosynthese. Bij zulke snelheden is tenminste een racefiets op je werkkamer duidelijk een must. Mijn fascinatie met fotosynthese is dat je ziet het gewoon, hè? Je kijkt naar buiten en je ziet groen. En je denkt van, hoe werkt dat nou eigenlijk? Ja, zo simpel is het. Ik was student natuurkunde. Hier aan de VU, notabene. In die tijd bestond eigenlijk een relatie tussen leven en natuurkunde bestond gewoon helemaal niet. Om de een of andere reden had ik iets dat ik dacht van, god, dat moet je iets kunnen doen. Dat moet natuurkunde en leven zijn. En toen ontdekte ik dat er in Leiden, een biofysica groep zat, een groep die natuurkunde deed, maar dan aan levende systemen. Dat bleek fotosynthese te zijn en ik ben toen naar Leiden gegaan. Ja, ik denk dat toen toch mijn hart gegrepen heeft, zeg maar. Ja, ik ben daar toen fotosynthese gaan bestuderen met lasers en licht. Het was eigenlijk wel bijzonder. Toen ik begon in Leiden, toen had men al het idee dat een aantal van deze processen heel erg op heel erg korte tijden verliepen. Maar men had absoluut geen manier om daar... ik zei dat met hun snelste puls die ze konden maken. Nou, dat is echt een verhaal apart. Het was een sluiter die ze in het gefocuste luchtbundel zetten. En die ze wegschoten met een geweer. Echt waar, geen geintje. De kogel, de zandbak stond er nog steeds. Die belandde. En op die manier konden ze iets korter dan een microseconde komen met een optische sluiter. Dat was hun tijdoplossend vermogen. Nou, hier zie je dus een gemotlokte laser. Dat is zo'n laser die hele korte pulsen produceert. In dit geval, wat zal het zijn? 150 seconden? 250. Give or take een paar femtoseconden. Ik heb wel eens, ze hebben mij vaak gevraagd, wat zijn nou de belangrijke dingen geweest tussen toen en nu, zeg maar. Nou, ik denk dat bijvoorbeeld het feit dat wij hebben geleerd die lasers zo te controleren, dat is in ieder geval één ingrediënt geweest, ja. Omdat de puls zo kort in de tijd is, heeft hij ook een breed spectrum. En dat heeft Jos even aardig vertoond hier. Je ziet een heel prachtig het spectrum van die puls. Dat is wel apart. Dus de meeste mensen hebben het idee bij een laser dat het maar één kleur licht is. En je ziet dat dus in dit geval is. Het idee dat je dus door wat mensen nu noemen pump probe. En je exciteert met een hele korte laserpuls, met een andere tweede korte laserpuls. Die je kunt vertragen, gewoon met spiegeltjes. Die stuur je gewoon een beetje door de kamer. En dan komt die later aan. Ik geef altijd het voorbeeld van een 100 meter loop. Maar dan is dat natuurlijk met geluid. Je hebt een startschot. En die knakkers beginnen te lopen. En ergens met een vaste tijdsvertraging maak je weer een flits van het lopersveld. En door dat, wij spreken die flits op, die dus eigenlijk met verschillende vertragingen weer te geven. Of te registreren, krijg je dus een beeld van het loopproces. Maar je begrijpt dat materiaal wat je geraakt hebt, dat is niet meteen, meteen terug in de oorspronkelijke toestand. Dus we bewegen dat spul, bewegen we in een vlak, want die twee pulsen die komen bij elkaar in één vlak. Maar je moet je bedenken dat je hebt die twee laserbundels die dus hier gefocuseerd worden. En dat ding moet precies in dat vlak bewegen. Met een nauwkeurigheid van 10 micron bewegen we het in één vlak. En dit onderdeel is dus, zonder dit onderdeel zouden wij morgen ons met onze proeven kunnen stoppen. En dat is een absoluut uniek apparaat, bestaat nergens in de hele wereld. Fotosynthese is in principe een efficiënt proces. Dus als je kijkt op het soort niveau waar wij hier kijken, zeg maar, je gooit er licht op en je kijkt bij spreken een milliseconde of microseconde later, dan is op zich die energie is ingevangen, gestabiliseerd, is omgezet in een product.
En dat gaat met een prachtige efficiëntie van ongeveer 20%. 10 à 20%. Als je die rijstoogst in Thailand neemt, die heeft een efficiëntie van 0,5%. Dus daar gaat enorm veel verloren. En dat, of verloren is misschien het goede woord niet. Dat heeft natuurlijk alles met het plant zijn te maken, zeg maar, voor het gemak. Die planten moeten zichzelf beschermen tegen. Planten zijn er natuurlijk niet om energie in biomassa vast te leggen. Die zijn vooral daar om nieuwe plantjes te genereren die het alsnog van hun concurrenten gaan winnen. Zo simpel is het. En dus heel veel energie wordt gestoken in fitness. En dat is gewoon het mooie dat het in het jaar van Darwin, dat ik dat kan zeggen. Ik denk dat 95% van die energie wordt gestoken in fitness. In puur het organisme fit genoeg houden om de concurrentieslag in toenemende mate te blijven winnen. Zoals het natuurlijk in elkaar steekt. Maar als je nou bijvoorbeeld gaat naar die melkkoe bij ons op de boerderij. Wij maken nu al op een fantastische manier gebruik van organismen die gewoon puur alleen maar er zijn om voor ons een bepaald product te leveren. Waarom zouden wij niet een organisme hebben wat voor ons energie levert? En waarom zou dat organisme al die zonne-energie moeten steken in fitness? Ik ben toch echt wel een onderzoeker, zeg maar, iemand die onderzoek heel erg leuk vindt. Met jonge mensen. Want goed, ik ben natuurlijk nu ook al 59, dus ik heb echt oprecht wel jonge mensen nodig om dat samen met hen te doen. Maar ik kan het ook met hen doen. En dat is eigenlijk wat ik de afgelopen jaren gedaan heb. Dat zal ik gewoon in versterkte mate de komende 5-6 jaar blijven volhouden. En dat vind ik heel erg leuk. Ik vind, wij doen op dit moment prachtig onderzoek. Wat ook echt heel erg internationaal centraal in de belangstelling staat. En ik vind het fantastisch om daar de komende 5-6 jaar nog mee door te gaan.